Als we op de eerste pagina zitten, moet het pijltje naar links dus eigenlijk verborgen worden. Daar komt het in feite op neer. En dat kunnen we doen door een functie te maken die steeds nagaat wat de index is en dan eventueel een pijl te verbergen. Dat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit. Een functie die heet constant. En dat is toon verberg pijlen. En die zijn afhankelijk van een nummer. Dat hangt af van welke index je zit. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon de index opvragen. Dat is een algemene variabele. Dus dat kunnen we dan als meteen daar maar naar gaan kijken. En er zijn gewoon conditionals die ik zou kunnen vragen. If index gelijk is aan 0, dus dan moet even met haakjes eromheen schrijven. Zo. If index precies gelijk is aan 0, dan moet de linkerpijl worden verborgen. Dus dan selecteren we dus de linkerpijl bij links. Punt style. Punt display is gelijk aan none. En als deze functie wordt aangeroepen, dan kunnen we dat natuurlijk zo neerzetten. Dat kunnen we natuurlijk doen bij de functie activeren. Dan gaan we elke keer bij elk geactiveerd wordt, gaan we dus nagaan of tonen verbergen of dat werkt. Hier moet nog een isje tussen overigens. Zo. Dan hebben we gewoon mooi de functie. Dus we kunnen deze functie netjes aanroepen binnen de activeren. We zoeken de activeren nog een keer op. Wordt het elke keer bij activeren wordt het gecheckt hoe dat zit. Even kijken, hier is activeren, daar is activeren index. Dat is deze functie. En dat zijn we dus actief, dat zijn we hier dus over kijken. Dan kan ik nog hier eventjes een tweede functie doen. Toon of verwijder pijltjes. En dat is in dit geval de functie die we hier hebben staan. Toon verberg pijlen. Zou ik hier nog natuurlijk ook met de hoofdletter P kunnen schrijven. Zo. Dus toon en voor verberg pijlen. Die functie moet netjes worden aangeroepen en uitgevoerd. Als het goed is, dan zal meteen, als deze functie loopt, het eerste pijltje worden verwijderd. Dus dat testen we even uit. Verzen de pagina. En we zien dus dat het pijltje dat naar links wijst al verwijderd is. Maar het is niet zo dat die vanzelf weer tevoorschijn komt. Dus dat moeten we nog even checken. Dat is dus, als die if al voldaan is, dan is het natuurlijk wel mooi. Maar als dat niet zo is, dan hebben we dus een else. En dan gaan we eigenlijk iets vergelijkbaars schrijven. Pijl links style punt display. Die is dan gelijk aan inline. Het zijn namelijk gewoon teksten. Je kan ook blok schrijven. Dat maakt niks uit omdat het toch in grid zit. En dan laat ik dan maar blok kiezen. Maar in principe zijn natuurlijk teststukjes tekst. Die zijn in principe inline. We gaan dit even testen. Dan kunnen we natuurlijk ook de andere kant op zeggen. Verversen de pagina. Dus hier is dan is de pagina. Het volgende kunnen we ook meteen weer door laten gaan. En ook weer terug laten gaan. En op het moment dat die dus er niet meer is, kan dat niet meer verder gaan. En heeft de gebruiker alleen nog maar de keus uit een pijltje naar rechts. Zo gaan we dat natuurlijk ook doen met een andere if, met de rechterpijl. En dat is op een volgende manier, if
als de index dus op de laatste, op het laatste item is. Dus de index gelijk aan het laatste item. En dat is dus de array met alle pagina's. Dus ik moet eventjes opzoeken waar die ook weer staat. De linkjes hebben we hier zo. En die zijn alle linkjes. En dat is dus gelijk aan het aantal pagina's. Dus in ieder geval, in dit geval, alle linkjes is een array, alle linkjes.length. We kunnen in dit geval zelfs kiezen voor die andere, maar als deze toch in variabelen zit. Alle linkjes array.length. Min 1. Want de eerste is namelijk een 0 en de laatste is net zoveel als die andere, min 1. In dat geval moet er iets vergelijkbaars gebeuren als hiervoor. Dan hebben we dus pijl rechts. Punt display. Punt style. Punt display. Is gelijk aan none. En zo niet, dan moet hij natuurlijk weer netjes gaan werken met de andere voorwaarden. Dus anders weer else. En dan pijl rechts plus display is blok. V. En het betreft hier dus pijl rechts. Ook nu weer tijd voor een test. Verversen de pagina. Linkerpijl is weg. De rechter is er en hij werkt. Totdat we bij de laatste komen. Nu is deze afwezig. En dan kunnen we die zo weer kijken naar de linker- en de rechterpijl. Dus we hebben ons doel op deze manier netjes bereikt.